Dag, ik ben Johan Legematen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de juridische faculteit van de UvA en coördinator van de Mastertrack gezondheidsrecht. En ik wil met jullie kijken naar de vraag in dit filmpje of de bescherming van patiëntengegevens in de zorg kan worden verbeterd. En er zijn een aantal aanleidingen voor. De eerste aanleiding is de casus van Barbie, de realityster. Die werd vorig jaar opgenomen in een ziekenhuis voor ernstige psychische problemen. En toen bleek dat in dat ziekenhuis heel veel mensen haar patiëntendossier hadden gekeken. Waaronder hulpverleners die daar helemaal geen recht toe hadden of die niet met haar behandeling te maken hadden. En een wat recentere aanleiding is de casus van het OLVG, het ziekenhuis in Amsterdam. Waarvan heel recent bleek dat een aantal werkstudenten, die eigenlijk waren ingehuurd om afspraken te maken bij de balie, alle patiëntendossiers integraal konden zien. En de derde aanleiding is wat weer algemener van aard. Het gaat over de angst onder patiënten in de gezondheidszorg dat de gegevens die in hun medisch dossier staan, dat die gegevens kunnen worden gebruikt voor wat zij dan zien als verkeerde doeleinden. Dat verzekeraars of werkgevers daar inzage in zouden kunnen hebben met allerlei mogelijke nadelen voor die patiënten van dien. Als je dit probleem, deze vraagstelling, vanuit een juridisch perspectief wil analyseren, moet je eigenlijk naar drie aspecten kijken. De eerste uiteraard is gewoon het recht. Wat zijn de geldende regels op dit vlak? En dan kijken we om te beginnen naar een wet, dat is in Nederland de patiëntenrechtenwet, de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, een onderdeel van het burgerlijk wetboek. En in die WGBO zijn de belangrijkste rechten van de patiënt geregeld. Om te beginnen dat hulpverleners een goed dossier moeten bijhouden, maar ook dat je dat dossier moet beschermen tegen inzage door onbevoegden en dat je daar adequaat mee moet omgaan. Dat zien we natuurlijk ook terug in regels van een veel hoger niveau. Dat is zeg maar het Mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa, het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En in de privacyregeling, die ook uit Europa komt, die vorig jaar in Nederland ook in werking is getreden, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die twee internationale richtlijnen, internationale verdragen, die geven aan dat je heel erg streng moet zijn met beschermen en beveiligen van patiëntengegevens. En dat die niet zouden mogen worden ingezien door mensen die daartoe niet bevoegd zijn. In de rechtspraak zien we dat ook terug. Er is behoorlijk veel rechtspraak over dit soort aangelegenheden, dat zijn soms uitspraken van de civiele rechter, maar in de gezondheidszorg zijn het overwegend uitspraken van het Tuchtcollege. En het Tuchtcollege, om te beginnen, stelt ook hele hoge eisen aan de inhoud van een patiëntendossier. Het moet een volledig dossier zijn. Maar de tuchtrechter zegt ook, je moet de privacy van de patiënt goed beschermen. Dat dossier mag niet worden ingezien door patiënt of door medewerkers in de gezondheidszorg die daar geen recht op hebben. En een vierde niveau van regelgeving, dat zijn richtlijnen die de medische beroepsgroep zelf maakt. Daar zijn er heel veel van. Die richtlijnen zijn natuurlijk geen wetten, maar die richtlijnen hebben wel juridische betekenis. Omdat de wetgeving, bijvoorbeeld die al genoemde WGBO, die zegt je moet een goed hulpverlener zijn. En die richtlijnen zijn een van de manieren om te zorgen dat je ook in de praktijk als een goed hulpverlener kunt acteren. Die richtlijnen zijn vooral van belang omdat die aangeven wat er in dat dossier moet staan. Om dus het juridische plaatje in beeld te krijgen van de vragen die we nu in dit filmpje bespreken, hoe staat het met bescherming van patiëntendossiers, heb je dus verschillende juridische niveaus nodig die je moet analyseren en met elkaar in verbinding moet brengen. Maar daar kunnen we niet mee volstaan, want het gaat ook om de vraag hoe zit eigenlijk de zorgpraktijk in elkaar. En wat zijn de kenmerken van die zorgpraktijk, kenmerken die relevant zijn voor de vraag hoe werkt dit nu eigenlijk uit? En een eerste issue in die zorgpraktijk, en dat ligt natuurlijk voor de hand, is de kwaliteit van de gezondheidszorg. Er wordt heel veel waarde gehecht aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en dossiers spelen daar een hele grote rol in. Een dossier moet compleet zijn, een dossier is ook van belang, omdat je dan kunt weten wat je al met die patiënt hebt gedaan, wat de uitslagen waren en wat je verder nog zou moeten ondernemen. En het belang van die dossiers in relatie tot de kwaliteit van zorg is eigenlijk alleen nog maar toegenomen de afgelopen jaren, omdat we steeds meer ketenzorg hebben. Ketenzorg is het feit dat er steeds meer hulpverleners bij één patiënt betrokken zijn.
één patiënt, één hulpverlener, dat vind je nog wel in de spreekkamer van de huisarts, maar in andere zorgsectoren eigenlijk niet meer. Bij een ziekenhuisopname of een operatie zijn eigenlijk al meteen 4, 5, 6, 7, 8 hulpverleners bij die patiënt betrokken. Die moeten allemaal in dat dossier kunnen kijken. En dus dan ook, dan moet het belang van dat goede dossier wordt daardoor alleen maar geaccentueerd. Dat zijn tegenwoordig allemaal digitale patiëntendossiers, elektronische patiëntendossiers. En daar zit een bepaalde techniek bij. En die techniek die maakt heel veel mogelijk, maar die techniek is soms ook beperkt. Je kunt niet heel makkelijk regelen dat je sommige dingen wel kan zien of niet kan zien. Het is een vrij generieke inrichting, dat EPD. Je ziet vaak alles of niets. Het is heel lastig om daarbinnen bepaalde categoriseringen te maken. En dat is de reden waarom we in heel veel zorginstellingen autorisatieregelingen hebben. Autorisatieregelingen hebben gemaakt. Dat zijn regelingen, er zijn vaak ziekenhuiscommissies voor, die bepalen wie wat mag zien op een heel globaal niveau. Dus als een verpleegkundige of een verzorgende heeft natuurlijk een andere autorisatie dan een arts. Maar het gaat wel in alle gevallen steeds om hetzelfde dossier. Het punt is dat die autorisaties, die zeggen wel iets over je bevoegdheden, maar die zeggen vanwege die beperkingen van de techniek niet altijd wat je zou kunnen zien als je van die technische mogelijkheden gebruik maakt. En daar komt de attitude om de hoek kijken. En dat is ook wat in de casus van Barbie een rol speelde. De verpleegkundigen in de Barbie-zaak en andere artsen die in dat dossier hadden gekeken terwijl ze niet bevoegd waren, die waren dus niet bevoegd door die autorisatiecommissie. Maar ze konden technisch wel in het dossier kijken en dat hebben ze ook gewoon gedaan. Dus de techniek staat er niet in de weg dat je toch in dossiers kijkt waar je op grond van je autorisatie niet in zou mogen kijken. En dat maakt het weer nodig dat er controle is. En dat is natuurlijk ook weer een voordeel van dat elektronische systeem. Je kunt in zo'n elektronisch patiëntendossier kun je ook zien wie erin gekeken heeft. Met het personeelsnummer van de betreffende hulpverlener erbij. Dat zijn de zogenaamde logbestanden. Dus naar die logbestanden moet je ook kijken om te kunnen zien wie er in het dossier hebben gekeken. En om dus te kunnen ontdekken dat er ook inzage is geweest in dat dossier door hulpverleners die met de behandeling van die patiënt niets hadden te maken. En als we dan weten dat er ook soms in dossiers wordt gekeken door mensen die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er ook sanctionering nodig. En sanctionering kan zijn dat je een hele boze brief krijgt van je afdelingshoofd, of dat je een aantekening krijgt in je personeelsdossier, of dat je in zeer ernstige situaties wordt ontslagen. Dat is wel eens gebeurd bij een verpleegkundige die niet alleen onbevoegd in een dossier had gekeken, maar de inhoud daarvan ook had gedeeld met een goede vriendin. Het ging namelijk over de buurvrouw van die verpleegkundige die was opgenomen. Nou, die verpleegkundige is ontslagen. En er zijn ook tuchtrechtelijke consequenties. Tuchtrechtelijke consequenties zou ertoe kunnen leiden dat je ook een berisping van de tuchtrechter krijgt, of zelfs dat je tijdelijk in je beroep wordt geschorst. Dus het gaat om wat zijn de juridische regels en normen. Wat is er op papier geregeld aan rechtsnormen en wat is daar de betekenis van? Maar je moet ook kijken naar de kenmerken van de zorgpraktijk om zo goed mogelijk die juridische regels in een casus als deze goed te kunnen toepassen. En het derde aspect, dat is de maatschappelijke kant van het geheel, de samenleving. En dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat gegevens uit een patiëntendossier die vallen onder een bijzonder regime van gevoelige gegevens. En dat is ook wel goed voor te stellen. Het is niet alleen maar de naam of een adres van de patiënt, maar ook ja, zijn of haar hele medische geschiedenis en de mogelijke implicaties daarvan. Bijzondere gegevens worden in het recht ook op een extra manier beschermd. En dat accentueert nog eens even dat je heel goed moet omgaan met die gegevens en dat je de beveiliging zo strikt mogelijk moet maken. Een ander maatschappelijk aspect is ook het vertrouwen wat we allemaal moeten hebben in de gezondheidszorg. Ik zei al in het begin, er is angst onder patiënten dat hun gegevens worden misbruikt. Dat vertrouwen is echt heel cruciaal, want als dat vertrouwen ontbreekt, dan zou het zo kunnen zijn dat sommige patiënten besluiten om geen hulp te zoeken, terwijl dat eigenlijk wel in hun medisch belang zou zijn.
Dus het vertrouwen is heel cruciaal. En het lastige van hoe dat vertrouwen in elkaar zit, is dat er soms ook terecht vrees kan zijn dat de gegevens niet goed zijn beschermd. Maar hier zit ook een belevingscomponent aan. Mensen kunnen ook denken van mijn gegevens zijn niet goed beschermd, terwijl dat misschien wel zo is. Hè? Maar die beleving kan al een grote rol spelen bij de reactie van patiënten. En het is ook een maatschappelijk aspect dat je dan in deze situatie, hè, waarin het maken van een dossier vooral een rol is van de hulpverlener, dat er heel goed geregeld is wat eigenlijk dan toch de zeggenschap is van de patiënt zelf. En die zeggenschap van de patiënt, dat kan erom gaan dat de patiënt mag bepalen wie in zijn dossier mogen kijken. Maar die zeggenschap van de patiënt kan er ook om gaan dat die patiënt kan zeggen, dan moeten bepaalde stukjes informatie worden verwijderd. Maar zelfs ook dat de patiënt kan zeggen, ik wil gewoon weten wie er in mijn dossier heeft gekeken. En we hebben sinds kort in de context van die WGBO, die patiëntenrechtenwetgeving, is er nieuwe wetgeving die ook gewoon zegt, als jouw gegevens elektronisch worden verwerkt, dan mag je zelf als patiënt ook weten wie er in jouw dossier hebben gekeken. Dus dat hele logsysteem is dan ook toegankelijk voor de patiënt. Kun je ook als patiënt zien of er onbevoegd in jouw dossier gekeken is. Nou, die aspecten zijn ook van groot belang om een systeem te construeren waarin we erop aan kunnen dat er geen misbruik wordt gemaakt van mogelijkheden en bevoegdheden om in patiëntendossiers te kijken. En zoals de vraag, is er voldoende bescherming van patiëntendossiers, als we die goed willen analyseren, ook vanuit het recht, dan moeten we uiteraard kijken naar hoe het recht geregeld is. Wat zijn de geldende regels? Moet ons goed bewust zijn van de kenmerken van de zorgpraktijk? Wat speelt daar nou een rol? En wat betekent dat voor die rechtsregels? En we moeten ook heel goed kijken naar de maatschappelijke context. Want alleen als je die drie aspecten integraal met elkaar in verbinding brengt en integraal bestudeert, dan kun je ook op die rechtsvraag over de bescherming van dat patiëntendossier een zo goed mogelijk antwoord geven. Vond je het een interessant filmpje? Kijk dan op de onderstaande link met meer informatie over de Master Gezondheidsrecht. Thank you.